In die tijd was de bekeuring zo hoog dat we dachten van toen we illegaal draaiden, ik heb hier wel een paar liggen, dan kreeg je heel dikke boetes en ik deed wel heel vaak alleen. En op een gegeven moment was mijn vrouw er ook niet meer blij mee. En dan moet je wat anders gaan doen, hè. Dan moet ik zo draaien voor de dorpsgek in Elgaasje Geesteren, alias Erik Lucas, gaan die kant uit. En we hopen dat de ontvangst goed is. In de spraak en in de muziek. Overdag non-stop en in de avond- en weekenduren zitten er presentatoren achter de microfoon. Piratenzender Accent FM zendt sinds 2017 uit op de FM. Geheel legaal en met succes. Nou, dat is gekomen omdat toen de boetes van het illegale draaien waren zo hoog, dat het niet meer leuk was om illegaal te gaan draaien. Want de hobby van mij is toch altijd plaatjes draaien. En ook om de mensen daar vrolijk mee te maken. Ik doe meestal op de Zondagman. Begin ik meestal morgens om 6:30. Ja, iedereen zegt, je bent hartstikke gek, maar ja, ik doe dat gewoon. Ik vind dat mooi. En luister er gezellig mee, hè? Nu is het legaal, maar Veldschot heeft ook meerdere illegale radiozenders gehad. En dat liep soms flink in de papieren. De hoogte van de dwangsom wordt gesteld op €2.250 per geconstateerde overtreding per week. Met een maximum van €33.750. Dan krijg je heel dikke boetes en ik deed wel heel vaak alleen. En op een gegeven moment was mijn vrouw er ook niet meer blij mee, hè? En dan moet je wat anders gaan doen, hè. Dus luisteraars, hele goedemorgen. Ik ben Vondi hier met Radio Sensiville, ja, live en rechtstreeks van via Accent FM. Op de vaste zondag, 14 dagen zondagmorgen. In Overijssel werden vorig jaar tientallen illegale radiozenders uit de lucht gehaald. En het aantal neemt maar niet af. Volgens de toezichthouder is er bij die ontmantelingen steeds vaker sprake van milieuvervuiling, diefstal, vernielingen en intimidatie en bedreiging van toezichthouders en omwonenden. Er is nou geen spanning meer dat AT voor de deur staat. Dat is het enige wat... Die spanning is wel weg, maar de kick om plaatjes te draaien is er nog wel voor mij. En voor de luisteraars, want ik geloof dat we met Accent FM wel heel veel luisteraars hebben. En natuurlijk ook voor Monique natuurlijk, ze gaan die kant uit. Strengere maatregelen en hogere boetes. Ze moeten ervoor zorgen dat het aantal illegale piratenzenders in Overijssel afneemt. En die boetes kunnen oplopen tot wel €15.000. Maar of dat helpt? Misschien doe ik het ook ooit nog wel een keer weer, ik weet het niet. Zit nog wel een beetje... Af en toe zit ik nog wel aan te denken om met een stelletje weer mee te doen. Gewoon weekend, niet altijd meer. Want snap je dat ze die boete steeds hoger maken? Nee, ik vind het gewoon flauwkul. Waarom? Ja, we doen eigenlijk niks verkeerd. We doen de mensen een plezier met de plaatjes. En we breken niks af. Ze hebben niks gelast van ons, want die zenders zijn tegenwoordig zo schoon dat het vliegverkeer er ook echt gelast van heeft. Dus ik zal niet weten waarom dat het niet zou kunnen, maar... Ja, agentschap denkt daar anders over en de overheid, denk ik. Hier bij Accent FM hoeven ze in elk geval niet te vrezen voor hoge boetes. Ziekenhuizen in de locatie Almelo en Markt, ze gaan ook jouw kant uit. En beterschap vanaf deze kant, hè.